Goddamn, grap. Het is goed om je te zien. Ga weer, ga de flikken oud, pick up vibe. Ik heb je gemist, ik heb je gemist. Ga weer, ga de flikken oud, pick up vibe. Ik heb je gemist. Ja, nee, ik heb nog nooit zo. Ik heb veel ergere dingen moeten zeggen. Zoals? Ik weet het niet, man, maar het is gewoon. Ik heb nog niet gekkere dingen gezegd dan bepaalde politici of zo. Dus het is nog een soort van wel. Het plafond is nog lang niet daar, man. Ze zitten ertussen, hoor. Ja, het kan allerlei verschillende aanleidingen hebben. Het kan ook zo zijn dat je er zelf heel veel zin in hebt, maar dat er iemand anders eerst onvindbaar is en dan na een paar uur eindelijk gelokaliseerd wordt en onhandelbaar is. En dat je dan toch ook een beetje met lood in de schoenen het podium op moet. Maar soms heb je ook wel dat je denkt dat je lekker gaat op het podium en denk, ja oké, die lijkt goed en dan vraag je hoe lang moeten we nog? En dan nog 50 minuten denk je, wat? Ik ga dood nu hier op het podium. Nog 50 minuten? Wat? Ik ben al zo lang bezig. Ja, of er staat één iemand in het publiek stil zo te kijken. En dan kan je vervolgens kan je eerst niet meer daar kijken. En dan vind je ergens anders ook weer iemand die zo staat. Nooit G. Nooit G. De wereld heeft ons nodig. En bovendien is het echt super leuk om samen in de studio te zitten. Ja, vooral dat. Zeker in het begin. Vooral dat gewoon, ja. Als je net vers begint aan een nieuw album, is gewoon twee weken op vakantie van de hele maatschappij. Ja, heerlijk. Wow. Ja. Ik heb van jullie allebei nog een zonnebril. Echt? Pilo hebben? Ja. Maar als ze die was welke kwijt. Heb je van mij dan? Volgens mij is het Ralph Lauren of zo. Ah. Ja, die ben je niet kwijt, die ligt bij mij in de auto. Maar krijg je het terug? Dat is de vraag. Nooit iemand zei van heb je mijn pakje nog in zijn van nee man, is op. Ja, pss. Nee, maar dat is. We're not that low. Ik wel. het gaat gewoon zo. Je krijgt het niet. Oké, hier ligt een lijntje. Oké. Ja. Ik heb de berg opgesnoven. Iedereen heeft het gezien. Hoe is de sfeer nu? Met mij gaat het niet zo goed. Ik voel me niet lekker, ik denk dat ik dood ga. Dat doe ik altijd. Ik pak altijd. Ik zeg ik pak altijd, eigenlijk ik, nooit credits. Ik zeg altijd, ik heb dat geschreven, ik heb dat bedacht. Ik ben de jeugd. Ik maak de beats. Ik ben Freddy. I don't care, man. Het maakt niet uit. Mensen luisteren toch niet naar als je iets zegt. Mensen weten toch niet wie wat rap. Precies. Nee. En ik word ook op straat Vieze Freddy genoemd nog steeds. Vieze Freddy. Vieze Freddy. Ah, bolle. Ik was laatst Sef op straat. Lekker voor je. Hoe vond je dat? Eindelijk eens een keer een buitenlander zijn. Het was leuk, want het was een Ethiopische man die net uit de moskee kwam. Master. Hard. Dat is wel hard. I like this question. Is anders, man. Ja, want een vrouw neuk je ook nog. Ja. En ik heb jullie toch nog nooit geneukt. Nou, mentaal wel, hoor. Ja, oké, mentaal wel. Maar we zijn meer in elkaars bitches, eigenlijk. Nooit is gebeurd. Dat je en mij in een busje en denk van, het is toch wel fijn. Ik vind het gek dat jullie nooit hebben getonkt. Er is zoveel spanning altijd tussen jullie. Ja, maar jij spreekt het altijd heel erg uit. Nee, jij hebt het verpest. Ja, oh shit. Precies. Vanaf nu ga ik het niet meer hebben over jullie seksuele spanning. Is goed.